Dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Jarin. En... Jij zult u misschien afvragen, Jarin. Ik heb steeds gewoon één clickbait titel. De titel is ik heb mijn haarbouw geverfd, maar het is gewoon in Minecraft, of wat? Nee. Allee, van voor zit je dat niet goed, maar van boven zit je dat beter. Zo, deze is blauw. Het is blauw... Blauw wat een beetje groenig is uitgevallen wel. Maar ik vind het nog wel grappig. Ja, nee, mijn examens waren net voorbij. En ik dacht, ik doe eens zot. En nu is mijn haar blauw. Ja. Ik vind het echt nog wel grappig eigenlijk. Ik vind het nog wel iets hebben. Mijn haar is ook ineens... Ik heb ook ineens zwart haar nu in plaats van blond. Ik ben blond, donkerblond wel. Maar door dat blauw te verven lijkt dat eerder of dat ik blauwe verf... Allee, blauwe haar verf... op zwart haar heb gedaan, terwijl ik ben wel degelijk blond, maar... Oké. Okay. We doen trouwens Skywars. En... Nice... schaduw. Ja. Schaduw is totaal niet beukt of zo. Nee. Wat is deze map trouwens? Oké, okay, ja, dat was... Ja. Nog altijd blauw haar. Ik heb trouwens een texture pack aan, maar je ziet misschien niet zo heel... duidelijk dat dat een texture pack is. Omdat dat best gewoon, eigenlijk gewoon de standaard Minecraft look is. Maar dat deze is zo vanilla tweaks. Zo'n pack van een YouTuber. Ik weet niet hoe je de naam uitspreekt. Maar die heeft zo deze pack gemaakt. En het idee van de pack is dat dat gewoon zo de standaard look van Minecraft is. Maar je kunt een beetje tweaken. Zo mijn crosshair bijvoorbeeld is zoals je ziet zo met zo'n dot in het midden. Mijn XP bar, nou, dat ziet je nu niet, is een regenboog. In plaats van gewoon... groen. Wat is er nog zo allemaal? Wapens, als die kapot gaan, gaan die echt zo kapot in dinges. En je hebt de bijvoorbeeld ladders en 3D en zo. Gewoon zo simpele tweaks en zo. Oef. Oké. Okay. Hier, kijk, nu kan ik die XP bar laten zien. Zie, dat is een regenboog. Wat was dit? Waarom zijn de schaduws beukt, trouwens? Niet zo fijn. Oké, dat is iemand die vergeet is die... TNT hier weg te halen. Oké, mensen vergeten dus echt over die TNT. Deze chest is een trap chest. Als je die opent, triggert dat TNT dat hieronder zit. Had ik trouwens geen pickaxe? Nee, ik kan die gewoon trouwens ook kapot maken. Hè. Hier, het is allemaal TNT. En dat weet je dan bijvoorbeeld niet als je... deze map niet kent. Ja, nee, ik moet wel even iets doen aan die schaduwen die... helemaal beukt zijn. Volgens mij heeft dat met dat texture pack te maken, want er was zo... Ik kreeg echt volledig tweaken en er was iets met shadows en dus misschien heeft dat ervoor gezorgd dat die shadows zo fucked up zijn. Een golden sword met sharpness. Oeh, er zijn nog twee andere spelers maar over. Waarom? Ik doe zo niks in een game. Maar toch ben ik dan zo goed bezig eigenlijk. Oh my god! Ah ja, en glas is mooier om door te kijken zonder randjes en zo. Dat is ook nog een ding dat in die pack zit. Ik kan dat maar kiezen. Zeker een pack om aan te raden. Als je echt een beetje gewoon de standaard Minecraft look wilt, maar zo een paar subtle dingen die jij niet goed vindt, kun je gewoon zo wat veranderen in deze pack. Godverdomme. Dames en heren, ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ben gewoon heel veel dood gegaan. Het enige wat ik in deze video wil meedelen is dat ik blauw haar heb. Heel tijdelijk. Waarschijnlijk is dat volgende week weg. Want dat is gewoon tijdelijke haarverf. Niks permanent. Maar in ieder geval, hopelijk vond je deze video een beetje entertainend. Een beetje leuk. En hopelijk zie ik je in een volgende video. Tot de volgende keer. Dag. Zo gezegd, minst stevig gestemd. Maar deze gaat ook echt wel heel snel. Vind ik. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. Dat wordt heel snel hard eigenlijk, omdat dat is heel warm. Dat is een beetje, dat werkt een beetje als...
hot glue lijmpistool werkte een beetje.